Ideale gelegenheid voor Jacques Frank om de inmiddels 90-jarige smartlappenkoning van Nederland te eren. Johnny Hoes mag met recht de godvader van de Nederlandstalige muziek worden genoemd. Van de zangeres zonder naam. Denk toch heel goed na. Tot Doe Maar. En zelfs Eddie Walli komt uit zijn muzikale koker. Vanavond wordt hij geëerd door tal van grote artiesten. Waar bent u nou het meest trots op als u helemaal terugkijkt op uw grootste carrière? Dat ik zoveel mensen, die, net zoals Eddie Walli, die had toch geen relaties, die had geen kruiwagens. Maar zo zijn er tientallen, honderden geweest die ik allemaal een kans heb gegeven om een plaat te maken en ook eens in de schijnwerper te komen en te dromen van het succes. Hoe belangrijk is Johnny Hoes voor u geweest in uw carrière? Johnny Hoes is enorm belangrijk geweest. Want hij heeft de eerste hit voor mij geschreven, Siri, en nog zoveel andere. Ik heb bijna 1000 liedjes bij Telstar. Zei die man jou iets voor, zeg maar, dat hij jou had gebeld? Ja? Ja. Maar het is niet echt jouw repertoire. Nee. Nou, Nederlandstalig nog wel. Kan ik jou nu voortaan boeken als ik Mexico wil horen of Costa del Sol? Ja hoor. Ja? Ga ik je bellen? Oh nee. Maar toen jij begon met zingen, toen was Johnny Hoes volgens mij al dik in de 80. Ja, dat klopt, ja. 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 Johnny Hoes is de godvader van het Nederlandstalige lied. Ja. Oftewel de Nestor. En ik denk ook niet dat er zo snel iemand als deze gaat opstaan. Wat vond hij van Toontje Lagen? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Ik weet dus wel, wat ik net ook zei bij het optreden, dat opa Hoes, dus de vader van Johnny, elke dag even in de studio kwam. En dat hij dus regelmatig zei, helse muziek. Ja. Dus die vond het niks. Manuela, dat was van die andere icoon, hè? Van Pia Kartner. Dus het is niet zo dat je het aan Johnny Hoes te danken hebt dat jij zeg maar 40 jaar lang dat nummer staat te zingen? Nee, dat is Pia Kartner's schuld. Nooit zag ik in heel mijn leven zo. Wat was uw affectie met China? Wel, ik ben ook in China opgetreden, in Peking, ja. In Shanghai. Ja. En daarover heeft hij dan een liedje geschreven, begrijp je? Amai, amai, Shanghai. Amai, Shanghai. Amai, amai. Die Walli, zijn kracht is, hij gelooft niet 100%, hij gelooft 200% in Eddie Walli. Shanghai. Amai, amai. Hoe heeft u de avond ervaren? Nou, was voor mij een verrassing, want ik wist van die hele documentaire niks. U wist überhaupt niet dat die was gemaakt? Nee. Dank u wel. En ik zal zeggen, van huis tot huis, van mens tot mens, van hart tot hart, wordt u alles toegewenst door uw vriend Eddie Walli. Ze won in 2006 een Emmy Award voor haar rol in de film Offers. Speelde